We gaan naar Amerika, want Trump heeft weer van zich laten horen. Ja, via Twitter. En Twitter laat ook van zich horen. Want Twitter heeft namelijk een waarschuwing geplaatst bij een tweet van Trump, waarin hij zegt dat hij immuun is, dat hij corona niet meer kan krijgen en het ook niet kan geven. Nou, volgens Twitter schendt de president van Amerika daarmee de regels, want je mag geen gevaarlijke of misleidende informatie over corona op het platform zetten. Ja, hij lag vorige week in het ziekenhuis met corona en we hebben het allemaal meegekregen. Kwam naar buiten, voelde zich sterker dan ooit en beweert nu dus immuun te zijn. Iets waarvan artsen juist nog aan het uitzoeken zijn hoe dat werkt, of je immuniteit opbouwt of niet. Maar ja, als het aan de president ligt, dan kan hij iedereen dus weer handen schudden en knuffelen. Wat zegt u ervan? Het is heel lastig om hier iets heel duidelijks over te zeggen. Als eerste, als je corona hebt gehad, is de kans dat je het nog een keer krijgt superklein. Dus je bent in ieder geval een hele tijd echt wel immuun. Hoe lang dat is, weten we niet. Maar een maand of 8 tot een jaar is heel logisch dat het zou kunnen zijn. Maar toch horen we wel verhalen van mensen die een tweede keer krijgen, toch? Zeker, er zijn verhalen. En ik heb gisteravond proberen op te zoeken hoe vaak komt dat nou voor. Het lijkt erop 1 op de 2500 of zo. Dus dat zijn incidentele verhalen, maar het is niet echt een probleem, dit. Dus we doen net of het een groot probleem is, is het niet. Maar voor Trump geldt iets anders. Want die man heeft waarschijnlijk andere behandeling gekregen in het ziekenhuis. Hij heeft waarschijnlijk antilichamen van andere patiënten ingespoten gekregen. Die antilichamen hebben bij hem het virus aangepakt en dus niet zijn eigen afweersysteem. Dus zijn afweersysteem heeft niet leren dealen met het virus. Dus de kans is best wel groot dat hij niet immuun is door zijn behandeling. Oké. Okay. En zo'n disclaimer van Twitter dan erbij, dat is toch ook wel weer een beetje dat je denkt, Nou ja, ik bedoel, er zijn geen keiharde bewijzen dat het leidt tot immuniteit direct nadat je het geweest bent. En ik hoor dus nu net zeker in dit geval niet. En bovendien, hij zegt dit nu, maar het Witte Huis heeft nog niet vrijgegeven dat hij een negatieve test gehad heeft. Nee. Dus hij is nog steeds, officieel nog steeds, heeft hij nog steeds corona. Ja, dus ja. En als je dan kijkt naar jouw rol ook als campagnestrateeg, is het een slimme zet van Trump? Nou, Trump, bij Trump kun je nooit praten over slimme of niet slimme zetten. Hij spreekt altijd zijn eigen achterban aan. En alleen maar zijn eigen achterban. Dat is niet zo heel slim, denk ik. Hm. Omdat de groep van zijn eigen achterban, blijkt uit peilingen, wordt geleidelijk aan kleiner. En als je dus nooit probeert de daaromheen mensen naar je toe te trekken, ja, dan ga je de verkiezingen verliezen. Maar Willem Post komt straks. Dus... Ja, daar gaan we vragen wat Willem Post ervan zegt.